We hebben hier een vreemde eend in de bijt. Oh, ja, dat gaf je zelf ook al aan, maar het is amaryllissen, zag ik. Ja, wij hebben amaryllissen. Die zetten wij uit de potcultuur zetten we die op toegevoegde waarde. Glaswerk met mos eromheen, met decoratie erbij. Helemaal kant en klaar voor de winkels. Dus, voor de winkels. Wanneer is nou precies de tijd dat ze ook echt gaan bloeien? Vanaf oktober worden ze verhandeld. Dan hebben ze een paar weken nodig om door te groeien, om in bloei te komen. Maar met kerst ligt toch wel de piek in het jaar. Dus de drukke tijd ligt nou voor u? Absoluut, ja. Ja. Wij gaan starten met de hyacinten vanaf 1 november. Dat is ook allemaal voorgebroeid. En dan zetten we dat allemaal op in toegevoegde waarde. En dan gaat het zo de markt in, door heel Europa. Goedendag meneer. Mag ik u vragen wat u van de beurs vindt? Dat mag je vragen. Bij deze? Ja, leuke beurs. Goed opgezet. Is het vak inhoudelijk of bent u gewoon een toerist, zou ik maar zeggen? Redelijk vak inhoudelijk, ja. U doet? Wij zitten in het advies, teeltadvies. Oké, dankjewel. Dus, maar het is een waardevolle beurs, denkt u? Jawel. Ja, denk het wel. Moet zeker blijven, dat is altijd goed. Dankjewel, heren.